Dit zijn onze gasten en we beginnen met de nieuwe weekcijfers van het RIVM. In totaal zijn er deze week 5427 nieuwe besmettingen bijgekomen. En het zijn er 1830 meer dan een week geleden. Er zijn meer mensen getest in de teststraten. Ten opzichte van de week daarvoor 17.000 extra mensen. Maar dat is een deel van de verklaring. We zien ook dat eigenlijk het percentage positieve in de teststraten stijgt. Dat betekent dus dat meer mensen daadwerkelijk rondlopen met het virus. Ja, Hans in 't Veen, longarts en onderzoeker in Rotterdam. Een stijging dus. Hoe verklaart u het? Het is natuurlijk een momentopname en het is wel gissen en interpreteren. Je zou kunnen zeggen dat het aantal besmette mensen toeneemt, maar dat het aantal ziekenhuisopnemingen en overlijdens gelijk blijft. Zou dat dan suggereren dat het virus minder hard toeslaat, omdat het minder kracht heeft, omdat het gemuteerd is? Nou, ik denk dat dat heel erg mooi zou zijn, maar dat dat niet zo is. Het zou kunnen zijn dat meer jongere mensen juist het virus krijgen. En een laatste zou kunnen zijn ook dat juist in de zomer de viral load, zoals dat heet, het aantal virusdeeltjes per besmetting lager is, waardoor je minder heftig de COVID-19-infectie doormaakt. Dat is gisteren, maar dat zou kunnen. Als dat zo is, dan moeten we ons borst nat maken inderdaad voor het najaar. Als we juist ja, maakt minder u zich zorgen? Ik denk dat we wel reden hebben om zorgen te maken, inderdaad. Als we straks minder ventileren en weer meer dicht op elkaar zitten, waarbij de concentratie van virusdeeltjes toeneemt, dan heb je kans op misschien wel ernstige besmettingen. Correct. Misschien dat in het riool kan je ook virusdeeltjes waarnemen. Misschien dat dat er een betere reflectie is, een betere weergave is van de hele virusdruk die we hebben, dan aantal besmettingen versus opnames. Ja, maar dat het zich nog niet vertaalt naar het aantal ziekenhuisopnames, dat is in principe positief. Ja, dat is positief. Verwacht u dat we dat wel gaan zien? Dus koffiedik kijken, maar als we helemaal gerust zouden zijn, dan hadden wij tweeën niet samen met Atze Boerstra een verhaal hierover geschreven. Ja. Maar de mensen die u ziet in het ziekenhuis, die er komen, zijn die zieker, minder ziek, even ziek als in maart, april? Je hebt het idee dat ze minder ziek zijn inderdaad, maar we nemen ook weer makkelijker op dan in maart, april. Want toen zeiden we, ja, als je jong bent en je hoest en je koorts, blijf gerust thuis. En nu ben je toch net wat laagdrempeliger. Okay. Dus het is moeilijk om dat te zeggen. We hebben natuurlijk ook nieuwe behandelmethoden die ook nog een rol zouden kunnen spelen daarin. Maar ik hoorde u zeggen, ze ogen minder ziek. Want dat soort geluiden zijn uit Italië ook wel gekomen, ja. Dat het virus gemuteerd zou zijn in een vriendelijker variant. Dat kan ik niet bevestigen, nog ontkennen, omdat ik daar geen expert in ben. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat juist doordat we veel beter ventileren in de zomer, dat de druk van het virus wat lager is. Okay, maar dat is een interpretatie. U heeft nog geen aanwijzing dat het virus inderdaad vriendelijker is geworden? Dat kan ik niet bevestigen. Nee, kunt u niet zeggen zo. Maurice, in de Tour de France is geen enkele wielrenner positief getest. Verrast dat jou? Nee, dat verrast me niet, want ze rijden buiten. En buiten is de kans om besmet te worden uitermate klein. Maar goed, ze gaan wel bergop. Daar staan de toeschouwers dicht op die wielrenners waar ze echt tussendoor komen. Soms zonder mondkapjes. Dat zou ook wel gevaarlijk kunnen zijn, zou je zeggen. Nee, maar als je ziet hoe een druppel dan zou moeten gaan, die moet van iemand die besmet is, die moet er ook nog staan, moet die rechtstreeks de neus of de mond van een renner ingaan. En een druppel gaat zo en die gaat niet zo. Dus behalve als die renner valt en het ligt net onder iemand, dan kan het wat gevaarlijker zijn. Die kans is gewoon heel erg klein dat een wielrenner op die manier besmet raakt. Zou mij ook verbazen, ja. Ja, zou u ook verbazen. Goed, u heeft samen een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift voor geneeskunde. In het stuk hameren jullie op de rol van aerosolen in de hele coronadiscussie. Die suggestie werd niet door iedereen omarmd toen jij ermee kwam, Maurice. Laten we even kijken. Anderhalve meter is onnodig. Vermijd gewoon grote groepen. Nou, hoe leest u zo'n bericht? Ja, ik denk, iedereen heeft recht op een mening. Hè? Is het ook niet zo dat al die wetenschappers ook weer verschillende meningen hebben? Je hebt enerzijds gewoon, laat zeggen, de virologen, de epidemiologen, weet je. En dan heb je Maurice de Hond en die zegt... Ja, maar dat is geen wetenschapper in mijn beleving. Ik weet niet of hij ooit de school heeft afgemaakt, maar het is geen wetenschapper volgens mij. In ieder geval niet zoals bijvoorbeeld professor Seidel. Ja, Maurice de Hond en zoveel anderen die gewoon hele zinvolle opmerkingen maken over... hoe zit het met ventilatie, hoe zit het met aerosolen, de discussie over de mondkapjes, et cetera, et cetera. Er is veel discussie geweest over jouw opvattingen, jouw uitlatingen. Nu een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Wat betekent dat voor jou? Nou, wat het vooral betekent is dat ik met een longarts, Hans, en dan ook iemand met een ventilatiespecialist, gewoon gezamenlijk een artikel gemaakt heb, waar blijkt dat je uit verschillende invalshoeken en verschillende aanvliegroutes en vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines tot ongeveer dezelfde conclusies kan komen. Maar voelt het als erkenning, als genoegdoening? Hoe voelt het?
Nou, hoe moet ik dat nou precies zeggen? Het was aanvankelijk dat soort dingen als je net zag. Ik ben wetenschappelijk opgeleid, ik ben wetenschappelijk medewerker geweest. Ik heb 4 boeken geschreven. Doet het je iets als je dat voorbij ziet komen? Ja, toen hij zei, ik weet niet eens of hij een onderwijs gehad heeft. Ja, dan bedoel, dat vind ik... Ik heb ook daar nog wat gezegd, maar in een richting. Ze hebben het ook niet eens gecorrigeerd. Maar ja, kijk, wat het met name is, je wordt eigenlijk op een bepaalde manier neergezet omdat ze de inhoudelijke discussie eigenlijk niet met je aan willen. En ik heb 200 artikelen geschreven inmiddels op maurice.nl. Allemaal onderbouwd, allemaal met wetenschappelijke studies verwijzingen naar. Ja, mensen hoeven helemaal niet met me eens te zijn, maar ga dan op de inhoud in. Ja. Maar u vond wel iemand die het in ieder geval in grote lijnen met u eens bent. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Of hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Ik werkte mee ik dacht begin mei aan een uitzending voor 1Vandaag. En dat ging over inderdaad virusoverdracht via kleine deeltjes, via aerosolen, via wolkjes. En dat was op een avond. En ik werd 's nachts om 4:15 wakker. En ik ben een workaholic, dus ik checkte mijn mail enzovoort. En toen zag ik 4:15? 4:15 ochtends, ja. En dan zag ik een mailtje van Maurice de Hond. 4:10. Ik zag je de uitzending, we moeten praten. Dus ik heb hem gelijk teruggetekst van, lijkt me goed plan. Morgenochtend of zo ben je de eerste. Dus toen, vanaf die dag, was het op zaterdag volgens mij, hebben we contact gehad regelmatig. Waarbij we het ook wel eens hardgrondig oneens zijn, maar ook wel over een aantal dingen echt eens. Maar je was wel bekend met de stukjes die hij ook publiceerde, wat hij schreef en twitterde. Zeker, maar dat werd natuurlijk steeds meer en steeds groter. Met name in de maand mei, juni. Ja. En nooit getwijfeld om met hem in zee te gaan. Dat toch heel veel mensen kritiek hadden. Had u niet zoiets van, nou, het is maar een mening? Of had u zoiets van, nou, hij kan het onderbouwen. Ik ga het gewoon met hem aan. Het is een mening, maar ik vond het wel een goede mening. Omdat hij inderdaad onderbouwd werd. En dat vond ik juist zo sterk. Dat als ik met een argument kwam, ja, Maurice, let daar en daar op. Dat klopt niet. Dan zei hij van, ja, maar heb je het onderliggende artikel gelezen? Zo kwam je met een boek uit 1955, wat hij opgeschuild had. Waar een aantal dingen in staan, waar het RIVM naar verwijst. Dat op een andere manier ook geïnterpreteerd kan worden. Dus dat vond ik eigenlijk heel indrukwekkend. Dus ik ben het eens dat het lastig is om te gaan met iemand die door de media wordt weggezet als een non-valeur of een antimaterie, geloof ik, heb ik zelfs gelezen. Mm. Het vervelende is dat je dan namelijk niet de discussie, en je zei het net ook al, niet het gesprek hebt over de inhoud, maar over de vorm. Ja. En volgens mij moeten we juist een wetenschappelijk gesprek hebben waarbij het best kan zijn dat we de een gelijk heeft, de ander niet gelijk heeft. Mm-hmm. Maar het gaat om de inhoud. Ja. En, wat was die inhoud, als u het kort zou moeten samenvatten? En ook daarna waar jullie het dan zeg maar niet over eens zijn? De inhoud is dat wij beide geloven dat virusverspreiding onder andere en voor een belangrijk deel gaat via de zogenaamde aerosolen. Dat zijn kleine deeltjes. Als wij praten, komen de grote druppeltjes uit onze mond. Die storten neer. Maar er gaan ook kleine druppeltjes en die dwarrelen. Die kunnen urenlang ronddwarrelen. Die zijn kleiner of hetzelfde formaat als fijnstof. Uh-huh. Dus dat kan je niet zien. Dat dwarrelt rond. En er is bewezen inmiddels dat die deeltjes ook daadwerkelijk virus kunnen bevatten. En dat die virussen ook infectieus kunnen zijn. Okay. En wij zijn van mening dat juist ook die deeltjes bij slechte ventilatie een rol kunnen spelen in binnenruimte. Je zei het net al, de Tour de France is het niet, maar binnenruimte is juist wel als je geen goede luchtverversing hebt. En zijn die aerosolen even belangrijk als de druppeltjes die dichterbij vallen, de grotere druppeltjes, wat u betreft? Ik denk dat voor allebei evenveel bewijs op zijn minst is. En dan hangt het vanaf van welke school je bent en wat je gelooft. Maar als je zegt, ik geloof in de 1,5 meter of ik geloof in de grote druppels, er is net zoveel bewijs, en ik vind zelf meer, dat ook de aerosolen een belangrijke rol spelen. En we kunnen het ons niet permitteren om te zeggen, we focussen op 2 of 3 transmissiemethoden en we laten een andere heel belangrijke laten we liggen. En dat gebeurt wel, vindt u? Precies, want het is straks winter, de deuren gaan dicht, we ventileren niet goed. In verpleeghuizen straks is het helemaal een probleem. WC's die doorgetrokken worden, waar ook aerosolen zich verspreiden. Dat maakt, denk ik, het najaar tot een hele problematische als we niet op tijd maatregelen nemen. Snapt u waarom het RIVM zo schoorvoetend is om hier expliciet over te spreken? Ze zeggen nu van, we sluiten het niet uit, hè. Het kan een rol spelen, maar ze zien geen bewijs. Nee, voor alles is geen 100% bewijs. Dat kan haast niet geleverd worden. Ik kan niet in de hoofden kijken, dus dat vind ik een hele lastige. Het is soms lastig om 180 graden om te gaan. En wat natuurlijk heel
lastig is, is dat ventilatie is veel moeilijker te definiëren dan anderhalve meter. Anderhalve meter is anderhalve meter. Dat is niet 1,90 meter. Dat is een praktische maatregel die iedereen kan nemen. Dus die begrijp ik. En ik denk ook dat het heel moeilijk is om een land te besturen als je niet concrete maatregelen kan treffen. Ja. En je ziet nu al hoeveel verwarring er soms is. Dus die aerosolen, die ventilatie, dat zal alleen maar een bijdrage zijn om meer verwarring te creëren. Ja. Maar laten we dan juist nu, we doen kostbare tijd. Al maanden hadden we ons hier meer in kunnen verdiepen en ook kunnen kijken naar een toekomstplan. Toch is de toon van, ik weet niet of jij dat ook vond, de toon van het artikel is niet zo met een gestrekt been zoals we dat van Maurice gewend zijn. Het is eigenlijk, ik vond het nog een beetje zacht voor genuanceerd. Ja, we hebben het ook met z'n drieën gedaan. Ja, dus moest je je inhouden? Ik moest me inhouden. Ja, dat dacht ik al. En dat is omdat ik steeds meer in het buitenland wetenschappelijke studies zie en wetenschappers steeds meer zeggen hoe groot het belang eigenlijk is van aerosolen. Aanvankelijk was het... Maar kon je ze daar niet van overtuigen dan? Als je nou, hier zouden... Volgens mij was het ook een beetje van... Als we te extreem de ene kant op zouden doen, en dat was niet helemaal ook zijn mening, dan denk ik ook niet dat het geplaatst zou zijn. Dus want dat het is gepeer-reviewed, zoals het heet. Wat houdt het dan in? Ja, dan wordt het door collega's beoordeeld. Ja. En dan worden de suggesties gedaan voor veranderingen, verbeteringen. En dan dien je dat opnieuw in. En dan wordt het gepubliceerd als het geaccepteerd is door zowel de redactie als de reviewer. Ja. Oké, we gaan even naar Angela Merkel. Die gelooft ook wel in aerosolen. Wir werden noch einmal einen Schwerpunkt auf das Thema Belüftung setzen, denn wir wissen inzwischen, dass die Aerosole bei Corona eine große Rolle spielen. Ja. Haar Jaap van Dissel heeft al ergens eind mei gezegd dat aerosolen vermoedelijk belangrijker zijn dan grote druppels. En als je het wereldwijd ziet, ook in Amerika is er onlangs een groot congres geweest met allerlei wetenschappers, zowel medici als mensen uit een natuurkundige achtergrond. Ja, het belang van aerosolen wordt steeds groter. Wordt internationaal wel erkend. Zij heeft gewoon ook inmiddels achter de schermen... wordt er een heel actieplan gemaakt... hoe in Duitsland goed met aerosolen omgegaan kan worden. De kritiek op jou was ook wel dat jij de anderhalve meter veel minder belangrijk vond. Bent u dat met hem eens? Is die anderhalve meter niet zo belangrijk? Kunnen we die wel laten gaan? Het vervelende is dat je in al die maatregelen niet exact kan wegen welke maatregel, het niet handen schudden, het niet bij elkaar over de vloer komen, de anderhalve meter. En ja, 5 meter is beter dan anderhalve meter natuurlijk. En er zijn ook wel studies die suggereren dat die afstand van belang is. Maar hoe hard die nou is en hoe precies, dat is moeilijk te wegen. Ik denk wel dat we alle drie de besmettingsmethode, namelijk de grote druppel, het contact van de hand en de aerosol, alle drie moeten waarderen. U zegt die anderhalve meter moeten we wel handhaven. Zou ik nu niet loslaten? Ik denk zolang we het lek niet boven water hebben, denk ik dat je alle paden moet voorkomen. En daar verschillen we van mening in. Ja. Daar zit het belangrijkste verschil van mening tussen jullie. Maar waarom zit dat verschil erin? Het gaat niet alleen om de volksgezondheid en de anderhalve meter, maar het gaat ook over de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld in het verkeer hebben we jaarlijks ongeveer 650 doden. En we rijden 100 kilometer per uur. Als we 30 kilometer per uur gaan rijden, dan hebben we 300 doden minder. Maar dat doen we niet omdat we 100 kilometer willen rijden. U zegt welke prijs vraagt die anderhalve meter samenleving? Ja, en de prijs van die anderhalve meter samenleving is behoorlijk fors. Ja. Daar ben ik het overigens mee eens. Hè? Want zoals we met verpleeghuizen zijn omgegaan, met mensen die aan het sterven waren, en waar dan je hebt 4 kinderen en dan mogen er 2 afscheid nemen. Ja, dat hebben we echt niet goed gedaan. Nee. Dus we moeten echt leren van de dingen die we verkeerd gedaan hebben. En de anderhalve meter, daar moeten we wel blijven wegen. Ook in welke situatie het is. Hè? Precies, binnen of buiten. Dus wat moet er nu gebeuren? Ja, wat verwacht je wat najaar? Nou, cruciaal is gewoon wat er eigenlijk in die binnenruimtes gebeurt. Want daar is het meest kwetsbare. En in die binnenruimtes, nu kan je ventileren door de ramen open te laten enzovoort. Maar in het najaar, verder in het najaar, is dat veel moeizamer. En ja, wat ik vooral had voorgesteld, maar dat ook al 2 maanden geleden is, als je al die ruimtes beoordeelt of ze coronaproof zijn of een ventilatiesysteem goed is, dan kan je ook een vignet daar neerzetten. Dan weet je ook als bezoeker of je in een ruimte komt die goed is en die coronaproof is. En daar hoef je minder maatregelen te nemen en minder voorzorg. Deze ruimte is veilig, zegt een sticker. Ik heb hem net gemeten. Laat eens even zien. Ja, je hebt een apparaatje bij je wat de CO2-gehalte meet. Inmiddels uitverkocht. Maar die horen eigenlijk iedere klas hoort zo een meter te hebben. En hoeveel zou het hier moeten zijn en waar zitten we? De buitenlucht is ongeveer 400, 450. Onder de 1000, dan weet je dat er voldoende frisse lucht is. En hier is voldoende frisse lucht? Ja, voldoende is een frisse lucht. Maar ja, op school, mijn dochter heeft hem ook meegenomen. En op een gegeven moment, de eerste dag, was het ongeveer 2000.
hadden ze vergeten de ramen open te zetten. Okay. Maar wat ze vooral moeten doen, is... als je zo'n vignet hebt, dan weet je gewoon of je in een veilige ruimte komt. En ik maak me ongerust, omdat we er nog steeds niet aan begonnen zijn... dat we in het najaar ontzettend onzeker gaan worden... over waar kan je nou wel en waar kan je nou niet naartoe. Okay, dus dat moet alsnog gebeuren. Ja. Morgen mag iedereen vragen stellen aan Hugo de Jonge en minister-president Rutte... op Facebook, Instagram, wat was het? In ieder geval op een social medium. Wat zou uw belangrijkste vraag aan hen zijn? Eigenlijk heb ik meer een meta-vraag van... door de manier waarop wij leven, hebben we dit virus eigenlijk gecreëerd. Is het ontstaan? Is het verspreid? Heeft het kunnen toeslaan door onze leefgewoontes? Overgewicht, niet bewegen, roken. Hoe voorkomen we straks een SARS-CoV-3? Een volgende pandemie. Ik vind dat we zijn aan het branden blussen. Ook nu weer het geklooi. Hebben we een vaccin, prima. En dan gaan we weer door op de oude voet. Nee, ik denk dat we nou echt moeten leren en terug moeten kijken van wat is er nou de aanleiding geweest voor al deze ellende. Heldere vraag. Dat wordt vastgesteld morgen. Dank voor nu. Bijna 4 jaar geleden werd de 2-jarige Insia op een gewelddadige manier ontdekt.